In de hal van Kamer van Koophandel en Fabrieken is er op deze woensdag afscheid genomen van gewezen vice-president Shul Ayodhya. Dat gebeurde in aanwezigheid van president Chandrika Prasad Santokhi, aantal ex-presidenten, ex-vice-presidenten en aantal andere notabelen die allen afscheid zijn komen nemen van Shul Ratan Kumar Ayodhya. Ratan Kumar Ayodhya die is er geprezen op zijn manier van werken, maar ook als mens. Hij is er steeds bestempeld, betiteld als een zeer goed mens te zijn geweest. En Ratan die betekent edelstenen en zelf door ex-president Ronald Venetiaan werd aangegeven dat Shul Ayodhya die scheen als een diamant in de natie Suriname. Wij voeren nu naar de verschillende speeches als ook de beelden voor wat betreft de afscheid van gewezen vicepresident Shul Ayodhya. Lieve Adja, ik weet niet hoe ik afscheid van u moet nemen. Maar wat ik wel weet is dat wat u achterlaat prachtig is en dat u hard daarvoor heeft gewerkt. Uw gezin, uw kleinkinderen, uw schoonkinderen enzovoorts. Alles, maar dan ook alles. En ik ben u zo ontzettend dankbaar daarvoor. Al die flessen orchade, al die mooie momenten, al die warme knuffels, al die keren dat u me iets uitlegde, vertelde, leerde. Al die koeien die u ons wees, alles wat ik van u heb overgenomen. Via u, maar ook indirect via mijn vader. Want papa, ik kan met zekerheid zeggen dat Adja heel erg trots op jou was. Net als ik dat ben. Dus lieve Adja. Met veel verdriet is in grote mate. Maar nog groter is mijn dankbaarheid. Suriname verliest haar politieke geweten. Hij werd gewaardeerd door vriend en vijand. Door alle lagen, in alle gemeenschappen, onder alle religies. Krijgen het eens voor elkaar. Zijn liefde voor Suriname droeg hij over op mij. Ik ben geen Surinamer, dat moet u weten. Ik ben er graag, ik eet het graag. Maar hij droeg het over op mij. Sorry. En hij zorgde ervoor dat ook ik vanuit mijn talent en expertise, en dat is in dit geval de beeldende kunst, op mijn manier iets aan Suriname mag en wil blijven bijdragen. En dat zal ik dus blijven doen, pap. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk familie voor hem was. Niet alleen zijn gezin, maar letterlijk de Katse familie. Bezoeken werden ingepland en als het kon, werd niemand overgeslagen. En anders desnoods telefonisch. En wat ik in het bijzonder wil benoemen is hoe hij genoot als hij samen met zijn zwagers in Nederland André, Toon, Ronald, Harry, Chanderdeel toosten met een traditionele jenever. En de laatste 20 jaar hiervan heb ik hier geregeld aan mogen deelnemen. En ook met mijn vader was er altijd een momentje waar de jenever dan wel de borgo tevoorschijn kwam. U stelde uzelf nooit voorop. U was altijd erg bescheiden. Dat was duidelijk merkbaar toen verpleegster in het ziekenhuis in Nederland tegen u zei: u bent niet de minste. Oftewel, u bent wel heel erg bijzonder. Waarop u glimlachend zei: ik doe mijn best. Samen zijn met u betekende heel veel gezelligheid en lange gesprekken over de familie en over vroeger, maar ook over de hedendaagse onderwerpen werd volop gesproken. Met uiteraard leuke grappen tussendoor. Dit allemaal onder het genot van lekker eten. In het bijzonder de aloo bhagi roti, gemaakt door uw zus, mijn mama. Niks was u te veel. Ieder bezoek naar Nederland werden wij blij gemaakt met krap, kwikwi en alle ingrediënten voor een heerlijke moxerlesi. De eerstvolgende keer dat wij dat gaan eten, zullen we zeer zeker een traantje laten. U heeft ons veel te vroeg verlaten. Echter, u leeft voort in ons allen. We zijn hier vandaag om respect en dankbaarheid te tonen voor broer Jules,
voor alles wat hij in zijn leven betekend heeft. Voor de familie, voor ons, voor de partij, voor het land. Om te beginnen wil ik stellen dat wij in onze ervaringen, en we hebben heel lang, jaren samengewerkt, dat broer Jules, dat gezegd kan worden van hem, dat hij in zijn contacten met mensen, ook met mensen uit het gewone volk, om zo te spreken, altijd vriendelijk en hulpvaardig is gebleven. Een eigenschap dat grote betekenis heeft op ons. Een werkelijkheid is, ik ga het kort houden, de werkelijkheid is dat broer Jules samen met de vrienden, mensen waarmee hij altijd samengewerkt heeft in de partij vooral, heel sterk zich heeft ingezet om de gedachtegoed van onze leiders, van onze partij, van de dharma, mainstream te houden. Niet alleen, maar dit gedachtegoed sterk te maken, als een gereedschap te maken, waarmee hij de deur naar de grote samenleving open heeft gehouden. En waardoor het vertrouwen, de liefde, het draagvlak voor alles wat hij deed, groot werd en in het algemeen belang bleef. Deze gedachte heeft veel opgeleverd en zal productief blijken te zijn. Ik wil daarom ook hij zult heel hartelijk dank zeggen voor alles wat hij voor ons heeft betekend. Deze en andere bruikbare eigenschappen van broer Jules zijn hoogelijk gewaardeerd in de samenleving. Hij is steeds gevraagd geworden om vele topposities in het land te mogen bekleden, waaraan hij steeds keurig inhoud heeft blijven geven. Zowel binnen de partij als daarbuiten is hij terecht daarom met veel aanzien behandeld. Wij vinden het heel treurig en erg lastig te accepteren dat zo'n goede vriend, een steeds hulpvaardige vriend, die nooit niet thuis was wanneer gebeld wordt, er niet meer zal zijn. Wij mensen kunnen helaas niet veel aan doen. De Ramayana leert ons, de mensheid, dat een dergelijk besluit waarvoor we staan, is voorbehouden aan de hoogste macht. Dat hebben we geleerd van meneer Sergio. Sunahu Bharat Bhavi Prabhal, Vilakka Kahe Muninath, Hani Lav Yas Abhyas, Jeevan Maran Vidhiha. Wij kunnen daar niks aan doen. Wij hebben dat te accepteren. Wel is duidelijk dat Suriname een groot mens verliest. Hij gaat heen, maar zijn bijdragen en zijn verdiensten, zijn denken, zijn doen, zijn nalaten, zullen beslist herinnerd worden. Om Shan. Het is een moeilijk moment. En dan ook nog vanwege de discipline, kort te zijn. De Vedic Dharma, de Vedische godsdienst, heeft twee principes die de grondslag vormen van het Hindoeïsme. Eén is Dharma en de tweede is karma. Dharma geeft aan de norm van het menselijk handelen. En karma is de realisatie van het menselijk handelen.
wanneer wij de activiteiten van Schöne met zijn vele functies toetsen aan deze normen, dan moeten we constateren dat wanneer de vlag van de Republiek Suriname halfstok staat, wanneer wij constateren dat de regering heeft besloten een begrafenis te geven met staatseer, wanneer wij constateren dat de president van de Republiek Suriname, de vicepresident, in persoon hier aanwezig zijn, wanneer we constateren dat u alle prominenten hier aanwezig zijn bij deze gelegenheid, dan is het teken dat niet een gewoon mens heen gaat. Dat betekent een waardering, dat betekent een erkenning aan de heer Ayodhya, een erkenning en waardering aan de familie Ayodhya. En heel erg bekend is dat achter elke grote man een vrouw staat, moeten we in deze Lucie betrekken. Ik heb haar altijd Lucie genoemd. Ook bij deze gelegenheid dat wil ik me de vrijheid nemen om haar zo te noemen. Mijn mensen, wat wij nu moeten doen, denk ik, is een dankbaarheid betonen aan de man die gevolg heeft gegeven aan de normen zoals de Vedic Dharma stelt aan mens en een maatschappij. De maatschappij heeft eer betoond. U als mens en familie heeft eer betoond bij het heengaan van de heer Ayodhya. En moet u daarvoor dankbaar zijn. Onze geschriften leren ons met de Chesva Bharata, Bharat onder deze omstandigheid is berusting het enige mogelijke. De Atma is niet dood. Dat betekent dat de Atma ergens is en leeft. Laten wij de hoop uitspreken dat de Atma van Schul, waar die zich ook mag bevinden, dat die Atma de familie mag begeleiden, de staat mag begeleiden, de samenleving mag begeleiden, waar zulks nodig is. Ik wens de familie sterkte toe onder deze moeilijke omstandigheden. Tane Titi Chesva Bharat, Om Shanti, Shanti. Ayo, Shil, Shil Ratan Kumar, Ayodhya, zoals wij hem noemden, afhankelijk van de omstandigheden. We hebben maandagavond van Pandita Baldeo geleerd wat Ratan Kumar betekent. En dat wil ik vasthouden, dat Jules in zijn leven als een diamant gestraald heeft. Hij heeft gestraald voor zijn gezin, voor zijn familie, voor zijn land en voor de wereld. Extra voor de districten waar hij gewerkt heeft als districtscommissaris, als minister en gestraald als vicepresident voor ondergetekende. En ik kan u zeggen dat na zijn dood
zijn licht is blijven stralen. Tegenwoordig hebben we het gemak of ongemak, als u wil, van de apps die binnenkomen. En hoe meer mensen je kent, hoe meer apps je krijgt. En alle boodschappen die zijn binnengekomen bij mij, die geven aan dat men zeer, zeer gelukkig is geweest met de manier waarop Jules is omgegaan met de mensen en zijn werk heeft gedaan. Ik heb Jules leren kennen als minister. Samen waren we minister. En misschien is het daarom dat toen de partij met een aantal personen kwam om vicepresident te worden, bij mij als president, dat ik voor Jules gekozen heb. Jammer voor degenen die zijn uitgevallen. Die begrepen dat niet onmiddellijk. Maar ik verwachtte dat Jules in die roerige tijd waarin we leefden, dat hij mij veel werk uit handen zou nemen. En dat hij uitstekend met iedereen zou weten om te gaan. En dat is ook gebleken. Hij wist met de vakbeweging altijd tot een goede overeenkomst te komen, waarbij hij natuurlijk geen risico nam en ervoor zorgde dat hij tijdig schorsingen inlastte om met de president af te stemmen en ervoor te zorgen dat als hij eenmaal gesproken had, dat hij dat nooit meer terug hoefde te nemen. We verliezen in Jules inderdaad een groot mens, zoals vaak gezegd is. En ik heb tot uitdrukking gebracht dat ik hoop en eigenlijk verwacht, maar we weten dat het de Almachtige is die bepaalt, dat we Jules terug zullen zien in een goede mens hier op onze aarde. Voor zover het niet zo is dat de Almachtige hem reeds roept om het eindpunt te bereiken. Sterkte voor de familie, voor iedereen. We zijn allen hier samen om afscheid te nemen van, zoals eerder gesteld, de vorige sprekers, van een man van formaat. Van staatsman Jules Ratanakumar Ayodhya. We zijn allemaal verrast en geschokt door zijn plotseling heen gaan. En ja, familie, het is moeilijk te bevatten voor u, mevrouw Ayodhya Baldeo, is dit intens verdrietig. Kinderen en kleinkinderen, we hebben naar jullie boodschap geluisterd, vol trots, maar ook uw commitment om in zijn voetsporen te treden en het werk af te maken wat hij nog graag wilde afmaken voor land en volk. Ik condoleer jullie allemaal met het heen gaan van uw echtgenoot, uw vader, uw grootvader, uw nana, uw adja.
uw familie, uw vriend, uw makker, uw partijgenoot. We betuigen als regering innig leedwezen aan jullie allemaal. Anshu, voor het spoor dat hij achtergelaten heeft, duidelijk merkbaar en zichtbaar, een spoor van erkenning, waardering, een spoor van offervaardigheid, een spoor van dienstbaarheid. En natuurlijk is het overlijden van een geliefde moeilijk te aanvaarden, maar het onvermijdelijke wordt ons helaas opgelegd en we berusten ons hierin. Hoe moeilijk het ook is, dat is de wil van onze Schepper in wie wij geloven en in wie wij hoop hebben, zoals ook verwoord in de Heilige Schriften. We hebben geen andere keus. Echter kunnen we ons troosten in de wetenschap dat Shu Ajodhya een goed mens is geweest. En zijn nagedachtenis laat veel troost achter bij ons allen. Met name voor al het goede wat hij voor ons heeft achtergelaten. Voor de familie, maar ook voor de natie Suriname. Als persoon, als vriend, als functionaris, als staatsman. Shu, zoals we hem ook noemen, was in vele functies die hij bekleed heeft. Niet alleen verdienstelijk, maar heeft zich dienstbaar gemaakt. Voor de staat Suriname en het volk van Suriname. En laten we stilstaan bij enkele van zijn verdiensten, waarvan velen al genoemd zijn. En deze verdiensten komen natuurlijk tot uiting in de door hem welverdiende onderscheiding van drager van het grote lint in de orde van de gele ster. Velen weten niet dat daar waar het territorium van Suriname bedreigd werd en nog steeds bedreigd wordt, en dat formele staatsinstituten niet in staat waren om de territoriale integriteit van het land te verdedigen, dat er daar een eenheid in het leven geroepen werd, meer bekend als DEFPOL. En dat hij daar als jongeman van Suriname, als jonge Surinamer, beschikbaar was om het territorium van Suriname te beschermen en te verdedigen. We kennen hem als bestuursambtenaar, het gezicht van het volk in de districten, op het commissariaat, als districtscommissaris, als burgervader. En heeft heel lang in het district Nikeri gediend, was afgelopen weekend daar. We hebben ook een minuut stilte in acht genomen voor zijn nalatenschap in het district Nikeri. En voor die vele activiteiten verdient hij lof. Maar laten we ook zijn bijdrage noemen bij de eerste algemene verkiezingen na de militaire periode in 1987. Om verkiezingen op basis van een nieuwe grondwet. De verkiezingen die geen traditionele verkiezingen zouden zijn, maar voor de eerste keer verkiezingen voor de districtsraad en resortraden. Daar heeft hij ook zijn bijdrage geleverd. Maar ook bij het proces om deze verkiezing goed te laten verlopen als autoriteit midden in de samenleving. Hij zag toe op een goed verloop
van het gewijzigd kiessysteem. En als we Jules Adjodia moeten typeren waar zijn kracht zit met een staatsbestel, dan kunnen we zeker noemen governance. En alle lagen van de governance en alle structuren van de governance, maar met name good governance. De Jules Adjodia heeft daarna verschillende verantwoordelijkheden op zich genomen, ook in de politieke sfeer. Hij werd ook minister van Justitie en Politie in 1988, toen een andere persoon gezocht werd voor die positie, nog niet ready was, en dat was ik, kon hij de positie van minister van Justitie en Politie overnemen. Maar het ging niet zo zoals ik het vertel. Er waren geen personen beschikbaar in een postmilitaire periode om verantwoordelijkheden te nemen, op de voorgrond te treden. Er waren slechts enkele mensen. Mensen gingen wegdokken. Hij was er. Hij was beschikbaar voor die functie. En de ouderen weten het, die hier zijn, wat het betekent minister van Justitie en Politie te zijn in een postmilitaire periode waar militairen nog voor het zeggen hebben. Geen makkelijke periode. Vice-president, een periode waarin nog binnenlandse oorlog plaatsvond en vrede gezocht moet worden. Om weer rust, orde en veiligheid te brengen voor het land en voor alle Surinamers. U weet ook wat het betekent. En daar heeft hij ook zijn bijdrage geleverd samen met vele anderen om alles ordelijk te laten verlopen. En dat er vrede kon komen voor ons land en voor ons volk. De Jules Adjodia ontpopte zich als een bekwaam bestuurder. Laat ook niet vergeten dat we in die periode, 1989, een zware vliegramp gehad hebben. Onze SLM-vliegramp. Waar hij ook leiderschap heeft getoond. Na de algemene verkiezingen van 1991 en die is gevolgd na een militaire coup in december daarvoor, meer bekend als een telefooncoup, werd Jules Adjodia door de VHP voorgedragen voor de functie van vice-president van de Republiek Suriname. Natuurlijk was voorafgaand hieraan de proclamatie van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling. Het is belangrijk om dit te noemen, want u heeft net geluisterd naar de gewezen president, de Ronald Venetiaan. Dat we nu inderdaad het land moeten leiden uit een diepe crisis. Een financiële crisis, financiële economische crisis, een schuldencrisis. In die periode was het land in een postmilitaire periode weer democratisch te maken. Dat ging niet makkelijk ging. Maar vandaag kunnen wij als natie terugkijken naar het leiderschap van deze leiders, waarvan Jules ons heeft moeten verlaten
maar ze hebben leiderschap getoond. Voor het land, voor het bestuur, voor het volk. Dat wij als natie kunnen voortbestaan vandaag. Shola Wodia, zeker het regeringsverband, heeft bijzondere aandacht gehad voor het vraagstuk van aanpak van mensenrechten schendingen. Maar ook het ontwikkelingsbeleid gericht op verbetering van de kwaliteit van het bestaan van het volk. En zeker kan hierbij genoemd worden de versterking van de rechtsstaat. En de versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Hij wordt in de verkiezingen van 2005 gekozen als lid van het parlement. En hij mocht leiding geven aan de fractie in het parlement. En dat heeft hij op een zeer bekwame wijze ook gedaan. Na de verkiezing van 2020, waar ik gekozen werd als president, heb ik de heer Shola Wodia ook gevraagd om als adviseur te werken op het kabinet en ook als adviseur van de president. Hetgeen hij ook geaccepteerd heeft en heeft zeker een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van het nieuw kiesstelsel, de landelijke evenredigheid, waar hij zeker van het kabinet het juridisch team geleid heeft om te komen tot inzichten die geleid hebben uiteindelijk tot een nieuw kiesstelsel van landelijke evenredigheid. Ook binnen de vooruitstrevende hervormingspartij de VHP, ik sta hier ook als voorzitter van de VHP, heeft Shola Wodia een wezenlijke bijdrage geleverd. Als ondervoorzitter van de partij, maar ook voorzitter van verschillende organen van de partij, politieke raad, partijcongres. En de partij weet het nog steeds. En misschien hebben we de modernste statuten als politieke organisatie, de meest democratische statuten. En daar heeft Shola Wodia een leidende rol gehad, waarmee nog steeds gewerkt wordt om de partij democratisch te houden. Maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied was de heer Shola Wodia heel actief. Voorzitter van de vereniging Arya de Waker. Betrokkenheid in buurtorganisaties. Betrokkenheid met jongeren op het voetbalveld, met name de leiding en omgeving. Maar ook met de diaspora. Want elke keer als een diaspora groep, namelijk Himut in Suriname was, was de heer Shola Wodia hun gast. En heeft hele goede betrokkenheid gehad bij de projectactiviteiten van Sociaal Culturele Organisatie Himut. Maar ook, ik heb een bijzondere relatie met hem gehad. Reeds als politiefunctionaris was ik betrokken op zijn commissariaat, waarbij het instituut van districtsbestuur in het leven geroepen was, waarvan de districtscommissarissen de coördinatoren waren en daar vertegenwoordigde het ministerie van Justitie en Politie. Op Lelydorp, op het commissariaat. En vandaar is er een hechte band ontstaan. Ook toen hij minister van Justitie en Politie werd, mocht ik ook hem af en toe met de nodige adviezen ook bedienen en ook in zijn functie als vicepresident. Hij heeft ook bij het proces van verder democratiseren van de VHP en ook de verkiezing van mijn persoon als voorzitter in 2011 een ondersteunende rol vervuld. Tot en met
zijn heengaan was hij nog steeds adviseur van mij op het kabinet. Mevrouw Adjodia, Baldew en familie. Sjoel is er niet meer, maar hij heeft veel essentieels achtergelaten. Een goede naam en eer, een goede legacy voor jullie allemaal, voor onze samenleving. Iets waarin u troost zult vinden en dat moeten wij koesteren. Zijn verdiensten voor de staat en voor de samenleving zijn de regering niet ontgaan. En als erkennen daarvoor, en dat komt ook tot uitdrukking vandaag door hem namens de regering, namens de staat Suriname, namens het volk van Suriname, een staatsuitvaart te geven. We danken de heer Sjoel Adjodia voor al het werk wat hij gedaan heeft voor land en volk. Maar we danken ook de familie. Voor u allen, voor uw ondersteuning aan hem. Hij heeft veel offers gebracht voor land en volk. En dat is heel vaak ten koste gegaan van jullie familietijd. En daarvoor danken we ook jullie voor die ondersteuning en die bijdrage die jullie gegeven hebben. Namens de regering, namens de gehele natie, maar namens ook de politieke organisatie, de VHP, wensen u allen veel sterkte toe, veel kracht en veel geloof in de Schepper. En we bidden en vragen onze Schepper om zijn atma, zijn ziel, een goede bestemming te geven in het hier namaas. Mogen jullie allemaal ook kracht vinden bij onze Schepper in het dragen van dit verlies. Om Shanti, Shanti, Shanti. Goed, ik wil alle sprekers van vandaag, presidenten, vicepresidenten, bedanken. Maar ook alle sprekers van de afgelopen dagen. Pandita ook natuurlijk, Namida jij. En natuurlijk alle mensen die zijn geweest en ons hebben ondersteund. Hartelijk bedankt, de organisatie. En we moeten nog wel afsluiten, denk ik, met een mop of een grap. Je weet, mijn vader hield van grappen. We zien daar op de voorste rij een aantal presidenten, vicepresidenten. Maar er is één lege stoel. Protocolair is er iets mis gegaan. De heer Bouten is namelijk afgemeld.